3 keer per week, minimaal. Dus maandag, donderdag en vrijdag. Gemiddeld komt maandag 1000 dozen. Ja, ik weet niet hoeveel kilo een doos is. Ik heb niet speciaal gewogen. Wat ik moet zeggen? Ik kan vragen stellen, hij spreekt goede Nederlands hoor. Je kan vragen stellen. Ik ben een van de andere handelaars, zeg maar, die werkt hier, zeg maar, om brood te verdienen. Ja. En de Nederlandse televisie is altijd tegen ons, zeg maar, om alles door te geven wat de waarde is hier op te werken. Wij komen hier om onze brood te verdienen, maar krijgen helemaal geen uitkering. Wij verkopen deze product, wij betalen de BTW, import BTW en ook de BTW, zeg maar, om te verkopen, wij betalen ook. Vandaar ook, zeg maar, ik weet niet wat is misgegaan, zeg maar, om onze handel te stoppen in Nederland. Het is gewoon puur natuur, een fresh product. Dan moet je gewoon proberen. Het is echt lekker hoor. Probeer maar. Ik vertel, alle Nederlanders moesten gewoon leren hoe kauwen ze. Wacht even. Mensen maken excuus van de kat. Kat is niet het probleem, de persoon is het probleem. Zo zie ik het, dat is mijn visie. Als iemand te lui is om geen werk te zoeken, dan moet je niet de schuld geven aan de product, zeg maar. Dus dat ligt aan de persoon zelf. Er zijn heel veel mensen die hier werken, die komen van Schiphol, die werken bij Schiphol. Bij al die bedrijven daar omgeving van Schiphol. Ze komen hier een kat halen, ze gaan 's middags een kat kauwen. En dan 's avonds of volgende ochtend zijn ze braaf en op zijn werk. Dus zijn er ook. Dus ja, we kunnen niet zeggen. Kijk, er zijn natuurlijk wel Somalische mensen die uitkering krijgen en die niet willen werken. Maar ja, dat is de persoon zelf, niet de product. Kijk, mensen geven vaak de schuld aan het product. En het product is niet het probleem, het is de persoon zelf. Waarom dat stopt? Waarom hash niet? Hash is vrij en kaad is verboden? Ja, dat is oneerlijk. Dat is oneerlijk tegen de mensen. Hoe zeg, wij gaan verbieden. Moet alles verbieden. Hash verbieden. Wat alles mensen. Alcohol verbieden. Maar dit is onze gewoon traditioneel kauwen. Verder niks. Naar